Hoe wordt mousse fairy precies gemaakt, Jan? Nou, de traditionele formule, die wordt nog steeds toegepast, is water, lijnolie, tarwemeel, rossemeel. En het natuurlijke pigment dat daar van ouds uit de grond wordt gehaald. Het ziet er zo uit. Het is rood. En dat is eigenlijk geoxideerd ijzer. Het is eigenlijk ijzeroxide. Dat komt omdat men daar ijzererts en kopererts-mijnen had. En dit was eigenlijk afval van de kopererts-mijn. Dat hebben ze gebruikt om die verf in te kleuren. Er zit dus lijnolie in. Het wordt van hout gekookt. Maar ik vorm geen film over het hout. Het trekt er heel mooi in. Voor de Nederlandse markt heb ik, omdat wij met geschaafd hout werken, een versie waar wat akiet in zit, omdat je dan veel betere hechting krijgt. De originele versie is niet toepasbaar in Nederland, omdat het er afwast. Taxamietje.